James, het wordt uiteindelijk 3-3 hier in Weide-Wormer. Wat is het gevoel bij jou? Ja, kloot uiteraard. We scoren, zij scoren. Wij scoren, zij scoren. We scoren, zij scoren. Dus ik denk dat we daar wel iets aan moeten doen. Ja. Jullie komen 2 keer op voorsprong in de tweede helft. En binnen een paar minuten ligt de gelijkmaker alweer in het mandje. En jullie ogen labiel, toch elke keer? Ja, ik moet zeggen, ik heb zelf ook bij Jong AZ gespeeld. En ja, het zijn gewoon hele goede spelers. Jongens die heel veel risico nemen, die graag het eerste willen halen hier. En ja, die doen wel eens onvoorspelbare dingen. En dat laat ze op het veld zien. Hè. Dat is heel moeilijk om daar tegen te voetballen. Want ze degraderen kan je niet, promoveren kunnen zij niet. Dus ja, ze spelen met heel veel risico. En dat is wel heel moeilijk om een antwoord op te geven soms. Maar het is niet voor het eerst dit seizoen dat jullie op voorsprong komen. En dat dan die gelijkmaker zo snel weer valt daarna. Ja, klopt. Dus dat is wel dat is niet zo goed. Nee. Waar zit hem dat in? Is dat scherpte of zijn jullie nog aan het nagenieten? Ik weet het eigenlijk niet. Als ik het zou weten, dan zouden we het verbeteren. Dus ik ben een trainer niet, dus ik kan het even niet zo 1, 2, 3 zeggen. Jij lijkt de winnende te maken tegen je oude ploeg, hè, AZ. Maar het liep allemaal anders. Ja, frustrerend. Ja, niet omdat ik de winnende niet maak, maar frustrerend omdat we gewoon niet winnen. That's it. Ja. De winnende boeit me niet zoveel. Ja. Ja, dit soort potjes, ja, wordt gezegd, hè, moet je winnen. Ja, jullie willen graag die play-offs gaan halen en het gat wordt steeds groter. Ja, we moeten gewoon zo snel mogelijk de bus in en morgen weer trainen en gewoon weer aan de slag voor volgende week vrijdag.